Litecoin, in mijn optiek een van de meest interessante investeringen van dit moment. Omdat geschiedenis zich heel vaak gaat herhalen. We gaan dus even kijken naar een stukje geschiedenis. Heb ik eerder laten zien. Maar waarom het nu zo belangrijk is en waarom dit een heel goed instapmoment kan zijn. Hey toppers, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Het kanaal waar ik alles deel over mijn reis in de cryptocurrencies, crypto traden, beleggen, tutorials, reviews, unieke kansen om te gaan pakken in de crypto markten. En om er gewoon voor te zorgen dat ik jou klaarstoom voor de komende jaren die komen gaan. Om ervoor te zorgen dat je. Nog mooiere trades kan maken, ga ik elke video 20 euro in crypto naar keuze weggeven aan personen die geabonneerd zijn op dit kanaal. Het enige wat je hiervoor dus moet doen is even abonneren op dit kanaal via de knop hieronder. En daarnaast even een reactie plaatsen dat je geabonneerd bent. En elke video maak ik een nieuwe winnaar bekend. Het opwacht tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Allereerst, dit is natuurlijk geen investeringsadvies, niks is advies, puur wat ik doe. Ik heb al eerder een video gemaakt over Litecoin, zal ik ook even in de hoek gooien. In ieder geval. Heb ik daarin gezegd dat ik daar een hoop in geïnvesteerd heb en ook op welke levels? Inmiddels zijn twee orders gehit een tijdje terug al. 20.000 euro in de trade zitten, daar zit nu 5.000 euro profits op. En ik verwacht hier nog veel meer van. Ik ga je ook aangeven waar nog interessante instapmomenten zijn. En ook waarom het zo'n interessant, uh, interessante mogelijkheid is om in te investeren. Maar voordat we daarin duiken, wil ik natuurlijk weer beginnen met de winnaar van de Crypto Naar Keuze. En in deze video gaat dat zijn: uh, Irene Bouws. Tof, bedankt voor je comment en je support. Iedereen sowieso. Uh, wil je kans maken op die 20 euro crypto naar keuze? Het enige wat je moet doen is een reactie plaatsen en even abonneren op dit kanaal. Dus doe dat even. Irene, stuur mij even een mailtje. Marchandbusiness.com met je walletadres. En de crypto die we hebben, krijg je dat van mij opgestuurd. Daarnaast, gisteren heb ik de aankondiging gedaan. Eén keer voor het aankomende webinar. En het is echt... In mijn optiek is het echt uh, insane met hoeveel aanmeldingen er zijn gekomen. Er zijn nu al meer dan 700 aanmeldingen voor dit webinar en hij is pas over twee weken, op 5 april om half acht s avonds. Uh, en ja, ik weet het, Feyenoord Ajax is dan, maar geen zorgen, kan je niet erbij zijn. Het, het zal waarschijnlijk de eerste 20 minuutjes van die wedstrijd nog zijn. Het begint om half acht. Wedstrijd begin om 8 uur. Uh, kun je het misschien tegelijk aanzetten? Goed. Heb je daar geen tijd voor? Of wil je dat liever niet? Snap ik dat ook? Meld je even aan. Krijg je hem vast van mij opgestuurd. Uh, als het webinar afgelopen is. Maar in ieder geval ga ik je dus leren. Wat ik in de afgelopen boerruns heb gedaan. Om heel veel geld te verdienen. Zodat je ook klaar bent voor de boerrun die over uh, nou ja, een hele korte periode gaat starten. All right, dan Litecoin. Wat belangrijk om te weten is dat Litecoin ook een helving heeft. Net zoals met Bitcoin. Alleen de Litecoin-helving is altijd eerder. En wel dus nu over 136 dagen. En hij staat gepland op 6 augustus 2023. Um, eigenlijk werkt Litecoin precies dus hetzelfde als Bitcoin. En doet het ook hetzelfde. Dus uh, een, een jaar voor de helving gaat het beginnen met wat te stijgen. Uh, en hoe dichterbij we komen, hoe hoger en hoe sneller we gaan stijgen. En dat wil ik je ook laten zien in de Litecoin-chart. We hebben hier de eerste helving van Litecoin. Uh, dat is de streep hier op dit moment. Nou, je ziet dus, dus van de bodem die we toen gemaakt hebben. Dus hier zit de bodem. Tot aan uh, de, heel, de volledige stijging die we gehad hebben, is het 672%. Um, doe je hem tot aan de candle close. Dan zitten we op uh, 354%. Maar goed, hij heeft die stijging gepakt. En daar had je dus heel veel winsten op kunnen gaan maken. Gaan we kijken naar de volgende. De tweede helving. De helving in uh, 2019. Even op auto zetten. Die zie je hier zitten. En dan kan je ook kijken, als je hem pakt vanaf de bodem hier tot aan de top. Dan zie je dat er een goede 560% winst wederom gemaakt is. Gaan we door, zie je de derde helving. Dus die dus hier staat gepland en hij staat nog op juli. Maar we kunnen hem dus hier in augustus zetten. Um, en dan pakken we vanaf de bodem wederom. Dus hier, als we hebben hier de bodem gemaakt en dan trekken we hem zo'n 600% omhoog. Dan zie je waar we uit gaan komen. Dat is ongeveer rond die vorige high. Rond die 300, uh, 350, Dollar. Wat het dus een hele interessante periode maakt om te investeren. Goed, um, ik adviseer je sowieso niet om sowieso maar in te stappen en wat geld erin te stoppen. Ja, als je dollar cost averaging gebruikt, kun je dat prima doen. Maar wil je kijken naar de beste instapmomenten, uh, dan ga je natuurlijk uh, een goede technische analyse erop loslaten. En dat doe je in eerste instantie dus. Um, en wat je ook trouwens in de vorige chart zag, is dat we de 200 moving average hebben, die heel erg belangrijk is. Um, Litecoin USD. Je moet eerst je iPhone ontgrendelen. Bedankt, Siri. Wat je ziet is hier dus die 200 Moving Average. En die is altijd heel erg belangrijk en die wordt heel veel gerespecteerd. Wat je dus ook ziet hier in het verleden is het support geweest. Het is hier resistance geweest en perfect ook. Het is hier resistance geweest. Het is hier support geweest. Vervolgens is hier nog steeds resistance geweest. En zolang we niet door die resistance heen breken, door die 200 Moving Average, um, zou ik wat voorzichtig zijn nog met instappen. Totdat we eventueel weer terugkomen op deze punten hier. Waar ik zelf ook veel op ingekocht. Uh, ook als je kijkt naar uh, horizontale resistance. Wat ik altijd bij de meepak. Dan zie je dat. En we kunnen beter een in mijn boxje trekken hier. Dat er hier dus ook heel veel resistance inkomt. Dus het um, stuk tussen. 90 en uh, 107 is heel erg belangrijk. Dus uh, voorlopig kan je eventueel kijken naar short posities als we hier inkomen. Maar als je echt voor die lange termijn wil gaan werken. En dus die, uh, die, um, die grote stijging mee wil gaan pakken. Dan zou ik wachten totdat we die, uh, deze resistance flippen. En dan kan je dus hier. Zo, bijvoorbeeld hier in hele, hele mooie posities in gaan stappen. En zo kun je verder gaan bouwen op Litecoin. Gaan we naar de de chart, dan dus zie je dat we veel minder informatie hebben. Maar goed, daar treed ik. Dus daar doe ik mijn kortere termijn analyses op. Dan zie je dus dat we op de daily resistance vinden op de 50 moving average hier. Maar dat we wel een belangrijke resistance level gebroken zijn. En dat resistance level is 87 of zeg bijna 90. We zijn nu 9 aan het aanvallen. Wat ook een resistance level is, je ziet dat hier de resistance heel kort op elkaar liggen. Maar alleen maar beter dus als we al die levels breken. Nou, momenteel hier wat resistance, zolang we dit gebied hier als support... Poort houden kun je in mijn optiek hier hele mooie posities openen om vervolgens dus alvast je longposities op te gaan bouwen. Uh, komen we er nou niet doorheen, breken we dit level wel, ga je gewoon kijken naar eerdere belangrijke levels Dat zou hier zijn rond de 80, dat is de 200 Moving Average en dat is weer dit gebied 65 waar ik ook in he heb ingekocht. Uh, want je ziet de gebieden eigenlijk waar ik gekocht heb, dat is op dit punt en dat is op dit punt en ik had hier nog een orde open liggen die is uiteindelijk niet gehit. Uh, zover maar goed we zitten op 5.000 euro winst en dat zie je dus omdat je dus ik heb hier 10.000 euro gekocht en ik heb hier 10.000 euro gekocht zit je gemiddelde prijs ergens hier tussen En dat betekent dus dat je een mooie winst hebt vanaf dit punt al uh, en dat is eigenlijk in heel in het kort hoe ook dca werkt en hoe je dat ook kan gebruiken om bijvoorbeeld te traden. dat dus voor litecoin ik verwacht dus dat we een flinke stijging gaan zien en dat litecoin het eerder gaat doen dan bitcoin en andere altcoins dat wil ik nog even aan je meegeven Um, als je hier nou veel aan gehad hebt, laat het me even weten. Plaats even een comment, like de video even, deel me even met vrienden en familie. Waardeer ik in ieder geval heel erg. Meld je even aan voor het webinar. Het linkje vind je terug in de beschrijving. Zie ik je op 5 april om half 8 sowieso en dan ga ik je daar heel veel leren. Bedankt voor het kijken van deze video. Ik zie je graag terug in de volgende. Adios.